Hier staan de heldinnen van de Christina Pro Cycling Formatie. Met Marissa Baks, met Clara Luukmark, Femke de Vries, Anneke Dijkstra, Danique Hengeveld en Marissa van Net. Continental Christina Pro Cycling! Yehoe. 31 voor Anina Achtosolo. We gaan ze nu voorstellen. We gaan een geweldig applaus laten horen voor Amelie Lutro. Voor Rebecca Quinn. Voor Hannah Barnes. En Susanna Andersen. En ik zei het u al, de Finse kampioene Anina Achtosolo. A lot of success for the riders from Norway, from Finland, Great Britain and Denmark. Met onder 121, Milene de Zoete. 122, Senne Knaven. 123, Julien van der Molen. 124, Ilse Pluimers. 125, Maud Rijnbeek. En 126, Eline van Rooyen. AJ Insurance, Next Generation. We gaan de dames aan u voorstellen van Parkhotel Valkenburg Cycling Team. Geef ze een geweldig applaus. Misha Bredewold, Femke Marcus, Lieke Nooyen, Rosalie van der Wolf, Kirstie van Haften en Quinty Schoens. Dat zijn de zes dames van Parkhotel Valkenburg Cycling Team. Brinkers, Roland, Galjaas, Edelmaar, Squad, dames en heren, met de Zwitserse kampioenen Karin Bal, met Hanna Boeg en Tamara Dronova, met Rote Kavanovic, met Elin Seitz en Lea Stern. Roland! Dat de Poera met 101 Sanne Kant, 102 Millie Cousins, 103 is Julie de Wilde, 104 is Justine de Gierre, met 105 Christina Schweinberger en 106 Julie van der Velde. Met ook de Oostenrijkse kampioen in het gezelschap, Christina Schweinberger. Het staat erop volgens mij de handtekening. We gaan het geweldige applaus laten horen nogmaals voor de dames van Plantour Poera. Ook de meervoudige wereldkampioen cyclocross daarbij, Sanne Kant. Voorstellen van het team Jumbo-Visma. We gaan een geweldig applaus laten horen voor Rianne Marcus, onze nationale kampioene. Voor Anna Henderson, Romy Casper, Cohen Rivera, Noemi Roer en Carlijn Swinkels. Uw applaus voor team Jumbo-Visma. Gaan we u voorstellen met Rachelle Barbieri, Eva Buurman, Allison Jackson, Janne Korevaar, Silke Smilders en Amber van der Hulst. Attention per la presentazione della squadra Valka Travel Service con Anastasia Carbonari, Chiara Consoni, Eleonora Gasparini, Elena Pirone, Ilaria Sanguinetti. En Carlotta Cipressi. De koers te volgen is. Gaan we dat voor elkaar krijgen hier met Sophie Wright, Eugenia Kuja, Alicia Kutwelli, Laura Tomasi, Anna Trevisi, Linda Zanetti. Uw applaus alweer, team Eneco. Die waar u gaan presenteren, u laat een geweldig applaus horen voor Alice Barnes. Ella Harris, Soraya Paladin, Lisa Klein, onze landgenote, Maud Oudeman en Jannes. Ja, Sari Bos uit, hè, die in Friesland Sari Bos weer, maar in de hier gewoon de Siemens Medisch Tour gewoon Sari Bos uit. We hadden een collega vorig jaar die er maakte een Sari Bosie van. En nou, ze reed als een brand en was een bosie, maar het is gewoon Bos uit. Dames en heren, uw applaus voor Canyon Swam Racing. En uiteraard laat u zich horen voor Team DSM met Elise Uyen, Charlotte Kool, Franziska Koch, Lea Kiergman, met Georgie Pfeiffer en de absolute Europese kampioene. Lelystad laat u horen voor Loreno Wielers. Oh, ze is al helemaal gek gemaakt. Nu al. We gaan de dames zo dadelijk aan u voorstellen hier op het podium. Het Franse team van FDJ Swiss Futebolskoopavec. Stine Borgli, Chiara Copponi, Eugenie Duval, Emilia Farin, Maël Grosstedt en Victorie Guillemont. Ze zijn van de équipe de FDJ Swiss Futebolskoop.
Gaan we het applaus laten horen voor Eleanor Bakstedt, Audrey Cordon-Ragol, Amelia Dieriksen, Laurette Hansen en Chloe Hosking. Live from Doug Segafredo, a lot of success this week. For team Doug Segafredo, Zanetti. Goedemorgen, goedemiddag hoor. Hoi. Dus we hebben nu het... Eindelijk, ik denk dat vanmorgen hebben we dat ding hier neergelegd. Op de knieën. En dan komen ze keurig op de velocipede. Dit is mooi. Dit is fantastisch. Op de S-Works komen zich melden op dat podium. Ook twee van de rijwinnaars, Chantal van Hoeblak, die gaat nu de handtekening plaatsen op de presentielijst. De eerste twee, Christine, en dan word ik met de fiets op het podium. We gaan de dames zodanig aan u voorstellen, team van SD Works. We gaan ze uiteraard een geweldig applaus geven met Chantal van den Broek-Blaak, met Edera Cecchini, Roxanne Fournier, Christine Majeru, Ashley Molman-Pasio en onze landgenote Lonneke Hunneke. Hier applaus voor SD Works. Dat u even van de zon kunt genieten, dat u even van de mooie omgeving kunt genieten. Dan gaan we ons naar de We are very proud to have you here. Capital of the province of Nederland, city beneath the water. At this moment we are standing on the central stair and engineer Cornelis Reni over there is what she does. And because of him, she became land on which we are standing now. Land surrounded by dikes which protect us from the water. So don't worry about the water. Maybe we're a little bit of work about the wind. Please enjoy your ride through this new lake and new nature. Enjoy your ride like the people from Lakeside. Enjoy you being here. Kunnen ze misschien applaus hebben? En dat is Lisa, ja, dat is nog. En we weten dat de dame vast zullen zeggen als Loek en de Marcellus. Dames hebben er zo dadelijk 20 kilometer op zitten vandaag in die 141 kilometer lange eerste etappe van de Simac Ladies Tour. We gaan hier zo dadelijk een overdovend applaus krijgen, het peloton in de Simac Ladies Tour 2022. Dames die voorbij komen onder aanvoering van de dame van FDG, Eugenie Duval, voormalig winnares van het bergklassement in de Ladies Tour, kwam hier voorbij voor Jeanne Korevaar, Emilia Farlin, Anna Henderson, Christine Majeru, Elisa Ayeromi, Casper, Michel Bredewold, Ilse Pluimers en Raquel Barbieri. Dat waren de eerste tien zojuist bij Passage. De punten verdienen voor het bergklassement. Die gaan naar de dame rijdend onder nummer 80. Ook de rest van de eerste groep die voorbij gaat komen. Ja, Lisa op de gaten vergeren voor Marina Wiedertje. Is het tempo die het tempo voor jou gaat voeren. Marina Wiedertje zit in de tweede positie. De Wiedertje zijn voor jou. Aankomst hier van de kopgroep, strijdend om de veldbegeerde zegen. Die wordt de rapste sprinter hier in die eerste etappe van de Simac Ladies Tour. Er gaat bijzonder razend omgesprint worden. Is het Europese kampioenschap hier van Lorena Wiebes die de zegen grijpt met... Kijk, fietslengte voorsprong. Hier staan ze nogmaals een overdovend applaus voor de dames die vandaag hier de truien aan zich toe haalden. En ook de etappenzegen. Verhaal is goed uit. Volgens het applaus, een mooie foto wordt gemaakt hier. De mooiste foto.